Iedere dag staat op de krant de datum. Die is heel belangrijk, want we willen altijd het laatste nieuws lezen. En niet de krant van gisteren, want dat is oudbakken nieuws. Dat vinden we eigenlijk niks. En voor archeologen is de datum of het dateren van dingen, dat is hun allergrootste hobby. Maar gewone mensen vinden het ook leuk. Want iedere keer proberen we vast te stellen hoe oud iets is. De ouderdom van een boek is meestal makkelijk vast te stellen. Soms staat er voorin iets ingeschreven. Soms staat er een ex libris in. Maar in de meeste gevallen staat op het titelblad het jaar van uitgave. En dit is 1934. Met foto's weten we ook wel raad. Tegenwoordig staat de datum achter op de foto. Deze is uit juni 1999. Dus dat is wel makkelijk. Nou, wat gebeurt er dan ook? We stoppen ze allemaal in van die envelopjes en die gaan in de kast. En we plakken ze tegenwoordig niet zo vaak meer in een album. Dat deden we vroeger altijd wel. En dat moest ook wel, want anders raakte je de volgorde een beetje kwijt. Nou, dit album gaat over mijzelf en is ooit door mijn moeder gemaakt. En hij heeft allerlei dingen bijgeschreven hoe oud het is. En dat maakt het wel makkelijker. Deze foto is uit kerstmis 1958. Hier ben ik 6 jaar oud. En als je dan teruggaat in de tijd, dan zie je ook dat ik steeds jonger word. Dingen worden oud, verslijten en raken in onbruik. Soms gooi je dingen weg, maar soms bewaar je ze en dan leg je ze op een zolder in een oude mand. Dingen van vroeger. Een boekje. Hoe dieper je graaft, vaak hoe ouder de dingen zijn. Kijk, nog een toerspel. Een oud toerspel uit de jaren 60. Een boete van 10 frank kreeg je dan. Wij hebben een lineair idee van tijd. Dat betekent dat we de tijd ordenen. We hebben nu, we hebben iets wat eerder is en we hebben nog iets wat nog eerder is. We plaatsen het dus in een keurige reeks. En dat is niet voor alle volkeren over de hele wereld zo. De Aboriginals van Australië bijvoorbeeld, die noemen alles van vroeger, dat noemen ze de Dreamtime. Dat is afgedaan. Dat is het verleden. Nu moet ik ook wel toegeven dat in onze westerse samenleving ook wel mensen zijn die alles van het verleden gewoon vroeger noemen. Bij archeologen is dat niet het geval en ook gelukkig niet met de meeste Nederlanders. Als we door zo'n stad lopen, dan vinden we het altijd leuk om te zien dat zo'n huis bijvoorbeeld uit 1709 dateert. En als we dan een stukje verder lopen, dan zien we weer een ander huis. De bouwstijl is iets anders. Het lijkt ook een beetje ouder. En als we dan kijken naar zo'n steen die daar zit, en dan zien we dat dat huis uit 1632 is. Ik ben nu in museumkelder Derlon. En ik sta hier op zo'n 5 meter diepte onder het straatniveau. En die diepte die kan je eigenlijk aflezen aan al die laagjes boven elkaar. En hoe dieper je komt, hoe ouder het ook wordt. En dit niveau hier, dit is de bovenkant van een Romeinse muur. Onderdeel van een Romeins huis. En als het ware kan ik zo een kamer uit de Romeinse tijd binnenlopen. Dit is de kamer. En aan de andere kant van de muur hier heeft de straat gelopen. Daar zien we nog wat grind liggen. En er is ook nog een waterput die zo'n 5 meter diep gaat, waar de mensen toen water uitputten. En loop ik dan de kamer weer uit, dan kom ik hier weer bij een nog dieper gedeelte van de opgraving. En wat zien we hier dan? Op 1,5 meter diepte onder het Romeinse niveau. Daar ligt dan een keienstraatje. En dat keienstraatje, dat dateert uit het eind van de prehistorie. Hoe dieper je komt, des te ouder worden de lagen. Deze laag
die ik nu aan het krabben was, is zo'n 100.000 jaar oud. En als ik nou dieper ga en bijvoorbeeld bij deze rode laag kom, die is 150.000 jaar oud. Stel je voor dat deze pijlpunt hier in deze laag is gevonden. Deze pijlpunt is 9000 jaar oud. Dat weet ik omdat hij zo'n steil randje heeft hier, dat hij ongeslepen is en dat hij precies lijkt op een pijlpunt die ergens anders is gevonden. Samen met kleine brokjes houtskool en verkoolde hazelnoottoppen. Die zijn gedateerd en die blijken 9000 jaar oud te zijn. Dus deze is waarschijnlijk ook 9000 jaar oud. En omdat hij uit deze laag komt, zal dat betekenen dat alle vondsten die in deze laag zijn gedaan ongeveer dezelfde ouderdom hebben, zo rond 9000. En zelfs dit onooglijke vuursteentje, waar ik geen enkel kenmerk voor heb om te kunnen dateren, heeft dan die ouderdom van 9000 jaar. Maar we moeten ook voorzichtig zijn, want soms staan we voor een verrassing. Dan vinden we ineens zo'n geslepen bijl in zo'n laag, duizenden jaren jonger. En dan moeten we oppassen, want dan is er sprake van een verstoring van de laag. De geologie en de associatie met archeologische voorwerpen, dat waren de belangrijkste technieken om de ouderdom daarvan te bepalen. Tot 1949, toen veranderde iets. Toen ontdekte de Amerikaan Willard Libby de methode van de radiokoolstofdatering, ook wel C14 genoemd. En daarmee was het mogelijk om alle organische materialen direct te dateren. En dat onderzoek, dat was het gevolg van onderzoek naar de effecten van de atoombom. Alle levende organismen, waaronder ikzelf, maar ook een boom, bestaan voor een groot gedeelte uit koolstof. Waaronder koolstof 14, oftewel C14. En dat koolstof 14, dat breekt steeds af. Maar tijdens mijn leven wordt het ook weer aangevuld. De verhouding blijft steeds hetzelfde. Als ik doodga, dan stopt de opname van C14-moleculen. Maar het verval van die C14-moleculen in mijn lichaam, dat gaat natuurlijk gewoon door. Dus het aantal moleculen wordt steeds minder. Met als gevolg ook dat de radioactiviteit die dat uitstraalt ook steeds minder gaat worden. En dat is heel aardig, want dat kan je namelijk meten. Omdat we weten hoe lang het duurt dat dat verval plaatsvindt. Namelijk, als ik bij wijze van spreken 100 van die moleculen in mijn lijf heb en op een moment 50 heb, dan blijkt dat dat precies 5730 jaar geschiet. Als ik dan een bot zou hebben en ik kijk hoeveel radioactiviteit dat uitstraalt, dan kan ik ook vaststellen hoe oud het is. Van dit stuk bot wordt een monster gezaagd en dat gaat eerst in dit soort bakjes. Want hier kunnen allemaal moderne organische resten aan zitten en die moeten er natuurlijk uit. Anders krijgen we een verkeerde meting. Als dat helemaal mooi schoongemaakt is, dan gaat dat monster naar deze installatie toe. En wat gebeurt er dan? Het wordt gewoon verbrand. Het gaat hier in een buis, dan wordt het verbrand. De gassen die vrijkomen gaan via die slangetjes zo naar een cilinder. En die cilinder die gaat naar de meetinstallatie. De cilinder met het monster wordt in dit apparaat opgehangen. En hier begint dan het tellen van de radioactiviteit. Zo'n monster hangt hij 1 à 2 dagen in om goede tellingen te kunnen verrichten. En de meetgegevens die gaan naar een computer toe. En na een tijdje verschijnt de ouderdom op het scherm. Maar er zit altijd een veiligheidsmarge aan, want op 50 jaar nauwkeurig kan je dateren. De laatste jaren is er een nieuwe techniek ontwikkeld. Vroeger moest je voor de datering een half bot verbranden om de radioactiviteit te kunnen meten. Tegenwoordig kan je door 1 milligram botmateriaal een heel klein monstertje te nemen, zo'n klein monstertje is dat maar, door het aantal C14 moleculen te tellen, kan je ook dateren. En dat meten van die radiokoolstofmoleculen, dat gebeurt in deze grote machine. Maar er zit 1 groot nadeel aan de methode. Het is iets minder nauwkeurig. Dat idee van Libby, dat was fantastisch. Want alle organische materialen konden nu gedateerd worden. Maar al snel bleek dat er ook een probleem was.
Want objecten waarvan de ouderdom bekend was, bleek de C14-datering systematisch jonger te zijn, zoals bij mummies. Om dat te controleren kreeg men een geweldig idee. In bomen ligt namelijk de tijd opgeslagen. En wel exact. Ieder jaar produceert de boom een jaarring. Afhankelijk van de omstandigheden is het de ene keer een dikke jaarring en de andere keer een dunne jaarring. De jaarringen van een boom gaan maximaal tot zo'n 300 jaar. Want vaak ouder worden ze niet. Als je nou verder terug wilt in de tijd, moet je ouder hout zoeken. En daarbij zoeken ze stukken hout die steeds iedere keer een stukje overlappen. Zodat je dus een hele lange reeks kan krijgen. Nou, dat oude hout dat kan je vinden in oude gebouwen, in kerken of soms ook in de rivieren. Daar liggen wel eens oude bomen. En zo is er in Nederland een aaneengesloten reeks ontstaan van 8000 jaar. Nou, dit is een heipaal. Die komt onder een kasteeltje vandaan. En we zouden eigenlijk precies willen weten wanneer dat kasteeltje gebouwd is. Wanneer ze zijn begonnen met de bouw van dat kasteel. Nou, daarvoor is een plak gezaagd. Die heb ik hier uit die heipaal met al die jaarringen achter elkaar. En ik ga nu met de computer proberen om vast te stellen hoe oud dat is. Wat je doet is je gaat iedere jaarring, die meet je netjes op. En er zijn natuurlijk dikke jaarringen en dunne jaarringen. Als je zo'n 80, 90, 100 van de jaarringen hebt gedaan, dan krijg je een heel kenmerkend patroon van dikke en dunne jaarringen. Nou, hier is dat op een papier aangegeven. Nou, de computer berekent dan precies uit welk jaar de boom is, of de heipaal in dit geval. En we kunnen dat ook nog op een lichtbak controleren. Dat zien we hier. Dan kan ik proberen om hem goed passend te krijgen. En dan letten we op die dalen en die pieken erin. En dan ligt hij zo goed. En dan is deze boom, die dateert, die heipaal, uit 1564. Dus de heipaal is in 1564 in de grond geslagen. Nou, behalve het exact dateren van dit soort voorwerpen, kunnen we met jaarringen ook nog iets anders doen. We kunnen namelijk de C14-datering corrigeren. Want wat bleek, dat de C14-dateringen steeds te jong waren. Nou, toen ik op lagere school zat, toen leerde ik dat de hunebedden in 1200 voor Christus waren gebouwd. Toen de C14-methode was uitgevonden, toen leerde ik dat het op 2700 voor Christus was. En nu, met die correctie door middel van de jaarringen, blijkt het dat het zo'n 3300 voor Christus is. Dateren is dus niet zo simpel als het op het eerste gezicht lijkt. Het hoeft niet zo te zijn dat het diepste zit of het verst weggestopt, dat dat ook het oudste is. Hé, wat is dat dan? Nou?